ben Lianne en ik werk bij Pro Juventus. Ik ga jullie even laten zien wat ik daar doe. Ga je mee? Nou, hier zit ik dan. Mag ik even wat over mijzelf gaan vertellen? Ik ben dus begonnen hier op een werkervaringsplek in het lab. Nou, wat is nou precies het lab? Het Pro Juventus Lab is een onderdeel van Pro Juventus met een aparte locatie in Weijen, bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt. Na het lab ben ik terechtgekomen op het aanmeldbureau, waar we ons eigenlijk vooral bezighouden met nieuwe aanmeldingen en compleet maken van deze nieuwe aanmelding voordat deze op intake komt. Toen ik bij het aanmeldbureau kwam, toen had ik daarnaast ook al een klein stukje voor cliëntenbeleid, communicatie, vertrouwenspersoon zijn voor cliënten die ergens tegenaan lopen. En verder ben ik sinds kort coördinator van het lab geworden, dus ik hou me bezig met de werving van trainees, behalve coördinator lab, cliëntenbeleid, communicatie, aanmeldbureau. Hou ik me ook nog bezig met de OR. Dus ik heb eigenlijk een heel breed takenpakket. Bij Pro Juventus krijg je kansen, maar je moet ze ook pakken. Hoi Iris. Hallo Lianne. Zou jij eens wat kunnen vertellen over hoe jij hier zo bent gekomen? Ik wilde eigenlijk graag me nog wat meer verdiepen, ook in het werkveld. Zo ben ik in het lab terechtgekomen. En daar vandaan ben ik steeds vanuit een onderzoek meer betrokken geraakt. In eerste instantie bij het aanmeldbureau. En gaandeweg ben ik eigenlijk steeds meer orthopedagogische taken op gaan pakken. En nu werk ik als orthopedagoog. Kijk, daar hebben we Suzanne. Ik ben begonnen in het lab als werkervaringsplek. Nou, gaandeweg is mijn werkervaringsplek overgegaan in het traineeship. Ben ik ook zelf meer dingen gaan oppakken. Kun je denken aan intelligentieonderzoek, vragenlijsten afnemen, intakegesprekken, maar ook evaluatiegesprekken. En pas ben ik begonnen met de cursus cognitieve gedragstherapie. Leuk om te horen allemaal. Kijk, daar hebben we Anne. Hey. Hoi Anne, hoe ben jij hier zo bij Pro Juventus gekomen? Ik ben begonnen in een werkervaringstraject en toen ben ik trainee geworden en na een aantal maanden ben ik hier in dienst gekomen als orthopedagoog. En ben je dan vooral als orthopedagoog aan het werk of heb je ook nog andere taken? Nou, ik ben wel de meeste van mijn uren als orthopedagoog aan het werk, maar door mijn traineeship heb ik ook wel andere taken erbij gekregen. Zo hou ik me ook bezig met beschikkingen voor een aantal uur in de week. Dat is wel heel leuk. Ook afwisseling en wat verder verdiepende informatie. En wat vind je dan leuk aan Pro Juventus? Ik denk het leukste wat ik vind aan hier werken is dat het eigenlijk heel veelzijdig is. Dus de ene keer zit ik 's ochtends bij een school voor een gesprek. De andere keer doe ik een intake. Andere dagen ben ik misschien wel bezig om meer beleidsmatig aan de slag te zijn. Verder hebben we natuurlijk hele leuke collega's, hele leuke contacten. En ook wel dat ik ook wel veel heb kunnen leren. We hebben natuurlijk opleidingsbudget. En dat merk je wel dat het in je werk ook weer wel verdieping geeft. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Kennisgedrevenheid is een van de kernwaarden van Pro Juventus. Deze zul je zien in het gedreven willen leren van de medewerkers. Alle medewerkers hebben een vast jaarlijks scholingsbudget en daarnaast hebben de teams een scholingsbudget om gezamenlijke trainingen te kunnen organiseren. Daarnaast is flexibiliteit een van de kernwaarden van Pro Juventus. Deze stimuleert ons om kritisch mee te blijven denken en geeft daarnaast ruimte om eigen ideeën in te brengen. Last, but definitely not least, is onze kernwaarde cliëntgerichtheid. Deze zit niet alleen in de medewerkers, maar ook in de organisatie. De secretaresses doen hun uiterste best om iedereen op zijn gemak te stellen. Behandelaren focussen niet alleen op iemands stoornis, maar op de hulpvraag. Hoe zou jij zeggen dat jij cliëntgerichtheid in de praktijk brengt? Nou, ik denk dat wij wel ook een organisatie zijn waarin we ook wel makkelijk bereikbaar zijn. Hè? Dus ik heb ook kaartjes waarmee cliënten ook maar rechtstreeks kunnen mailen en ze kunnen bellen. Dus verder proberen we ook altijd heel erg aan te sluiten bij welke vraag er nou ligt en hoe we echt daarmee kunnen helpen. En dat maakt het wel makkelijker om met een cliënt mee te kunnen bewegen in de behandeling. Hoe geef jij onze kernwaarde cliëntgerichtheid vorm? We proberen zoveel mogelijk met de cliënt mee te denken en ook zoveel mogelijk aan te sluiten op de cliënt. Dat doen we door bijvoorbeeld mee te denken in wanneer afspraken uit zouden komen en dat soort dingen. En Suzanne, wat vind je leuk aan het werk bij Pro Juventus? Nou, wat ik vooral heel leuk vind is dat het Pro Juventus een organisatie is waar de teams nog redelijk klein zijn en nadat iedereen eigenlijk onderling elkaar kent. Nou, daarnaast vind ik het heel prettig om bij Pro Juventus te werken, omdat je ook wel de vrijheid hebt om je te ontwikkelen. En ik vind het heel leuk dat we, ook gewoon met veel discipline samenwerken. Ik ben zelf een psycholoog, maar dat je ook met psychiater, met artsen, met verpleegkundigen, psychomotorische therapeut. En dat we dat zo allen met meerdere disciplines om één cliënt heen staan. Dus, word jij enthousiast van het zien van dit filmpje? En lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Kijk voor meer informatie dan op onze website. Ja, ik hoop je snel te zien. Doei!